love this book. Ik heb gekozen voor Karakter van Bordewijk. Het gaat over een vader die zijn zoon helemaal afknijpt en die graag rechten wil studeren. En door hem helemaal af te knijpen haalt hij het beste uit hem. Ik heb zelf ook rechten gestuurd, ongeveer precies het tegenovergestelde zoals ik die studie heb ervaren. Het was geheel vrijblijvend, je kon al de hele dag leuke dingen doen. Je kon er zo lang over doen als je wilde. Waarschijnlijk dat het me daarom fascineert. Ik vind het ook heel erg goed gebeeldhouwd geschreven. Een van de beste boeken uit de Nederlandse geschiedenis. Ik denk dat ook het succes van het boek ook is. Een goed boek gaat niet over het gewone leven. Gaat eigenlijk ook niet over seks, drugs en rock'n'roll. Maar het moet echt een beetje extreem zijn. En dat is ook bewezen, want het is ook een scenario en een film geworden. En hij heeft ook nog een gouden een Oscar gewonnen in Hollywood. Dus dit boek bewijst eigenlijk deze stelling.